De organisatie voor bus- en boothouders in Suriname, OBS, is niet in actie. Dit bevestigt de ondervoorzitter van OBS, Iwan Woon, tegenover onze redactie. Hij geeft aan dat een paar ontevreden bushouders die diensten leveren voor het Nationaal Vervoersbedrijf NVB sinds maandag actie voeren. Echter zijn er nog andere chauffeurs die gewoon hun diensten leveren aan het NVB. Woon zegt dat hij zich niet met de actie bemoeit. In de tussentijd is hij bezig met de directie om te zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee de bushouders sinds vorig jaar kampen. Vandaag nog was ik bij de directeur om bepaalde zaken met te bespreken. En om oplossingen te brengen in het probleem. Dat is zo'n beetje, ik denk dus dat zo'n beetje een heikelpunt is. Vorig jaar juli hadden wij een vast examen met BCT en NVB een overeenkomst bereikt over het verhogen van de subsidiebedragen aan de bushouders. En de directeur had zelf aangegeven dat het per september zou ingaan. Afgelopen jaar september. Maar het is niet, nog steeds heeft het niet plaatsgevonden. En wat er ook speelt, de kaarten die wij verkopen in de bussen, die zijn verhoogd geworden per die datum. Dus net als gevolg is dus dat wij een van de maand niets overhouden, want de kaarten die verkocht worden, dat geld van de kaart is veel meer dan de subsidie die aan ons wordt betaald. Woon wijst erop ook dat door de huidige economische situatie een aantal busroutes is uitgevallen. Dagelijks is er volgens hem een tekort aan 30 tot 40 bussen die de routes moeten onderhouden. Bushouders hebben volgens hem geen geld om de bussen te onderhouden of om te tanken. Ik ben geregeld in contact met de directeur van het NVB. En ze heeft in een schrijven aan mij gezegd dat inderdaad die verhoging waren overeengekomen, maar er was geen geld op de begroting om het te betalen. En nu geeft ze me aan dus dat er per januari aanstaande dat wel het geval zal zijn. Maar we zullen weer moeten praten omdat de kosten weer omhoog zijn gegaan vanaf juli vorig jaar. Nu praten we over een andere koers. En de Belgica is ook verhoogd geworden. Dus die zaken moeten weer aangepast worden, zodat we dus als er in januari gestart wordt met het nieuwe tarief, of de nieuwe prijzen, dat alles in orde is. Woon benadrukt dat er samen met de leiding van NVB een oplossing wordt gezocht voor de problemen. Er zal volgens hem ook gekeken worden naar hoe de TWK uitbetaald kan worden, wanneer in januari de tariefsaanpassing wordt doorgevoerd.